Wake up to grow. Het is zover. Het is zover. <laughs> de journal is uit. Ja. Wauw. Wow. Mooie mijlpaal. Ja. En vooral bizar hoe zoiets kan ontstaan. Ja. Ja, want het is echt leuk. In deze aflevering willen we het dus gaan hebben over de Wake up to grow journal. Mm -hmm. En willen we je meenemen in een kijkje achter de schermen. En het is een soort van denkbeeldig kijkje, want... Uh, we gaan hier vandaag zitten dat ik jou uh, ga interviewen over nou ja, hoe de journal tot stand is gekomen. Ja. En nou, dat het nu daadwerkelijk in de winkels ligt en dat het overal te bestellen is en dat, dat mensen ermee aan de slag zijn mm -hmm. op dit moment. Ja. Uh, met de Wake Up to Grow Journal, kom op zeg. Hey. Hoe dan? Ja. Geweldig. Ja. Echt uh, nou, heel top. Um, nou, we gaan, we gaan er maar gewoon beginnen. Ik ben benieuwd. Ja, de journal. De journal. <laughs> Waar is het idee? Tot stand gekomen? Oeh, um, ik weet het niet precies, maar ik weet wel dat ik op een gegeven moment het idee had. Ik wil ooit een journal uitbrengen. En dat kwam omdat ik zelf begon met journalen. Uh, daar heb ik op een gegeven moment een routine van gemaakt. En uh, ik had daar de 5-minute-journal voor, maar ik merkte dat er net niet de vragen in stonden. die ik zelf wilde stellen aan mezelf dagelijks. Dus toen ben ik op een gegeven moment gewoon een schriftje bij de HEMA gaan halen. En daar ben ik vragen in gaan opschrijven. Van ik dacht, die wil ik elke dag beantwoorden. Maar wat ik daarin miste, was het gevoel van: ik open mijn me, open me mooie journal en ik ga daarin schrijven. En er worden vragen aan me gesteld. En er staat een inspirerende quote bij. Ja, dat heb je niet in een HEMA-schriftje. Nee. Um, dus tijdens het creëren van mijn journalroutine kwam ik steeds meer achter de vragen die ik mezelf wilde stellen. En op een gegeven moment dacht ik: deze vragen wil ik met mensen delen. Uh, dat deed ik toen ook, op stories af en toe. Dat hebben mijn volgers denk ik niet bewust doorgehad. Maar ik ben wel een beetje gaan toetsen waar wordt veel op gereageerd en waar niet. Nou, en de vragen die mij uh, heel erg hielpen, hielpen de volgers ook heel erg. En toen dacht ik wel, ik wil dit. Maar ik dacht ook, ik weet niet wanneer, ik weet niet hoe, uh, geen idee. Nee, dus... En als we het doen, dan willen we het goed doen. Ja, dat ja. is sowieso iets ja. waar, waar wij wel voor gaan. Dus ik heb het toen wel eens ergens genoemd, weet je wel. Of op uh, het kantoor waar ik toen nog zat, af en toe laten vallen. Uh, en toen op een gegeven moment um, zaten we hier in de tuin, bij Paul Smit, als overbuurman. Uh, en daar zat Aitja Savora bij, die ook al in de podcast is geweest. En die zei, um, wil jij toevallig een journal uitbrengen? Ik had Aitja nog nooit gezien. Het was de eerste ontmoeting toen, superleuk ook gelijk. Toen dacht ik, wat is dit nou? Weet je wel, dit wil ik. Dus ik zo... Uh, ja. ja, dat en, idee heb ik al langer. En, bij, en... wij keken elkaar volgens mij ook echt zo aan van... oké, okay, we moeten misschien niet overenthousiast <laughs> doen, maar dit willen we. En toen uh, heb ik met de uitgeverij gebeld, want Eitje had daar contact mee. Ja, en toen zijn we het eigenlijk concreet gaan maken. En het eerste plan was niet het plan wat het uiteindelijk bijvoorbeeld is geworden. Uh, want het werd eerst een journal gefocust op energie. Uh, maar uiteindelijk is het een bredere journal geworden... om echt naar die versie van jezelf te werken... die het best uit iedere dag en zichzelf haalt... Um, ja, dus zo is het een beetje begonnen eigenlijk. Ja, en dan zit je hier ongeveer, nou bijna exact wel een jaar, een jaar? later, ja. en dan is de journal al gewoon uitgebracht. En, Hoe dan? Nou, dat is echt niet te begrijpen. Nee, nee, uh, nee. Maar la laten we even een, een klein stapje terug doen uh, voor de mensen die niet weten wat een journal precies is. Ja. Want uh, er is best wel veel verwarring, want is een journal, is dat nou een persoonlijk geschreven boek? Uh, wat kan je nou precies met een journal? Um, neem mensen eens even mee in jouw omschrijving van wat een journal precies is. Ja, ik denk dat het goed is om te beginnen met dat een journal wordt tegenwoordig heel veel gezien of gekoppeld, gelinkt aan een bullet journal. Dat is een boekje met stippen waar je zelf in tekent. En dat noemen ze ook journalen. Okay. Maar wat een journal ook is, is eigenlijk een soort dagboek waarin je vragen beantwoordt. Nou, en toen dacht ik, dat vind ik cool, want dat doe ik ook dagelijks. En ik weet zeker dat de vragen die ik beantwoord, anderen ook gaan helpen. Maar wij zijn full charge niet als we niet uitleggen waarom je iets doet. Uh, dus toen was het ook gelijk, oké, okay, aan het begin van die journal... moeten praktische, informatieve stukjes komen eigenlijk... waarin uitgelegd wordt wat je in die journal gaat doen. En waarom je het gaat doen en wat het je oplevert. Dus het is een combinatie tussen eigenlijk een boek... Uh, een kort boek. Hè? Het is niet een extreem dik iets, maar het is meer. Je gaat leren waarom je gaat doen wat je gaat doen met de journal. En als je dat gelezen hebt, kun je aan de slag. En ga je 150 dagen lang, elke dag of wanneer je wilt, in ieder geval 150 dagen, ga je dat invullen. En het is heel belangrijk om te zeggen dat je hebt allerlei journals. Dus de ene journal richt zich op. Uh, Eén reflectiemoment in de week. Uh, de andere is echt gekoppeld aan datum. Dus die zeggen. Okay, je moet 1 januari starten tot eind van het jaar. Uh, maar onze journal, de Wake Up to Grow Journal, is in te vullen wanneer je wilt. Dus je kan op elk moment starten. En er zit ook geen datum of iets aan gekoppeld. Dus als je zegt, vandaag doe ik het en morgen doe ik het. Uh, maar de dag daarna is het zaterdag en heb ik er iets minder behoefte aan. Ja. Sla je de zaterdag over en kun je daar nog gewoon weer eerst volgende pagina pakken en dan weer wel daar beginnen. Ja, want dat is echt onze gedachte daarachter ja. geweest. Omdat we dus ook zeggen van, consistentie is goed... maar je moet jezelf niet verplichten om dagelijks een bepaalde actie te doen. Nee. En daarom moet je ook niet, naar onze mening... met vaste datums werken in een journal. Dus je bent zelf vrij om in te vullen wanneer je die journal wilt gaan gebruiken. Ja, en dat kwam ook omdat ik heb zelf best wel veel journals gehad omdat ik dan ook merkte, als ik een dag niet had ingevuld waar een datum op stond, dat ik dacht, oh, dat vind ik echt heel zonde. Ja, zonde, Gewoon ja. een lege bladzijde die ik niet meer gebruik. Ja, mm -hmm. het kan wel, maar dan staat er een andere datum op. Dat is ook niet chill. Ja. Um, dus dat is even heel kort van, wat is de journal? Een, een boek met informatie en 150 invulpagina's. Waar in, in ons geval. In ons geval. Ja. Ja, in onze, ja inderdaad. Uh, waarin je dus aan jezelf werkt en toewerkt naar die versie die het beste uit zichzelf in iedere dag haalt. Oké. Okay. En ik wil daar nog als, als aanvulling op geven dat uh, een journal kan dus uh, zijn aan de hand van begeleiding, uh, zoals bij ons dat het geval is. Mm -hmm. Dus dat je uh, een bepaalde set vragen krijgt op een dag die je kunt beantwoorden om dus nou, te zorgen voor een uiteindelijk doel waar, waar die journal over gaat. In dit geval de Wake Up to Grow journal. Ja. Maar je hebt natuurlijk ook journalen in de vorm van uh, wat jij in het begin deed: dat je een schriftje koopt en dat je gewoon maar gaat schrijven elke dag. Met dingen die je dwars zitten in de vorm van een soort dagboek. Dat wordt ook journalen genoemd. Precies. Dus je hebt verschillende typen journals. Ja. Maar uiteindelijk komt het wel neer op dat je zelf input moet leveren. Eh, door, dus of het beantwoorden van vragen, of dus dat je vrij uitschrijft wat je op dat moment waar je aan denkt en wat er in je hoofd omgaat. Mm -hmm. En dat hele proces dat heet dus journalen. Ja. 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 Ja, en het ja. heeft dan weer verschillende doelen ook. Dus het is vooral inzicht krijgen in de keuzes die je maakt. Dus een stukje reflectie, maar ook intenties zetten. Wat wil je vandaag uh, en wat kan je daarvoor doen? Dus ja, je hebt heel veel vormen en vragen die je kunt beantwoorden. Uh, en daarmee kun je dus ook bepalen ja, waarvoor je het eigenlijk doet. Ja, en als we dan uh, kijken naar nou, een belangrijk onderdeel van de journal, dat is de titel: ja. Wake Up <laughs> to Grow. Uh, waar staat dat voor? Ja, wakker worden om te groeien, hè? Dat is het: <laughs> groeien en genieten. Um, ja, daar staat het even heel kort voor. En dat is omdat wij worden elke dag wakker met kriebels in ons buik van we mogen weer. En dat komt omdat we onszelf weer mogen verbeteren. Omdat we het beste uit onszelf mogen halen. En tegelijkertijd dus mogen genieten en kunnen genieten van de dingen die we doen. En die titels zijn we best wel even bezig geweest van wat moet het nou zijn? En ik weet nog goed dat wij aan het wandelen waren. Ik weet niet of dat nou tijdens de sneeuwperiode ja, was. Dat ja, dat was de sneeuw. Op, ja. Ja, ja, ja. En wij zaten elke keer maar te roepen, weet je wat, titels. Totdat er iets kwam waarvan we dachten: Dit is het, ja, wake up with snow. Maar dan <laughs> ja, ook daar kwam het vandaan. Nee, ja, op een gegeven moment kwamen ze op het punt van: Ja, kijk, je pakt het erbij als je wakker wordt en en voordat je naar bed gaat, dus misschien dat er daar iets mee moet zijn. Ja, het gaat om dat je groeit als persoon. En volgens mij riep jij toen ineens: Nou, ik weet zeker dat jij het was, maar um, wake up to grow. En toen dacht ik echt: Ja, ja. Ja, dat is het. Ja. En toen ook gewoon niet meer over nagedacht. Nee, dat klikt dan en dan... Dan, ja, is, dan is dat moet het. moet het zo zijn, ja. Ja, en ik ben nog steeds dat ik denk... Ja, dat is het ook. Ja. Want hoe, hoe ben je dat proces van de, van de journal ingegaan? Want we hadden dan uh, de titel... maar op dat moment hadden we nog geen content... voor de, de daadwerkelijke journal zelf. Dus waar het echt over zou moeten mm -hmm. gaan. We wisten wel dat het gerelateerd moest zijn aan, aan groei. Ja. Uh, maar volgens mij, als ik me nog goed kan herinneren... wilden we in die tijd wel iets neerzetten in een journal... Uh, wat je gedurende de dag uh, herinnert aan de persoon die jij wilt zijn. Dus dat je het beste uit jezelf haalt en geniet van elke dag. Um, maar hoe is dat proces een beetje echt tot stand gekomen? Um, je, kan, je zegt natuurlijk wel, ik heb bepaalde vragen getest. Mm -hmm. um, maar wanneer kreeg je echt die beeldvorming van... ja, dit is wat het moet zijn. Ja, dat is wel echt ineens, of niet ineens gekomen... maar wel dat ik op een bepaald moment wist, dit moet het zijn. En dat is ontstaan door de afgelopen jaren, door het ondernemen... Um, wij vertellen een verhaal aan, aan de luisteraars, aan jou als luisteraar, maar aan ons volgers, aan iedereen die naar ons luistert. En dat verhaal wordt voor jezelf steeds concreter, omdat je het heel vaak vertelt. Uh, dus wij hebben het nu over uh, weet je, het beste uit jezelf halen en genieten van elke dag. Dat is iets wat we noemen. Dat hoort bij ons verhaal. Ja. En zo kwamen er eigenlijk steeds meer dingen die ik steeds vaker benoemde in mijn verhaal. Uh, en dat is nou ja, sinds wij Footage hebben opgezet. Dus dat is drie jaar nu ruim drie jaar. Dat ik dat continu herhaal en vertel. En op een gegeven moment is het dan een verhaal. En wist ik ook: dit is hetgeen wat in die journal moet komen. Ja. Uh, dus door het heel vaak te vertellen en, en eigenlijk elke dag met hetzelfde bezig te zijn, weet je op een gegeven moment wat je wil overbrengen. En leer je er heel veel over. En weet je hoe het werkt met routines en je mindset. En weet je ook wat goed aanslaat. Um, dus wat mensen begrijpen: het moet makkelijk zijn. Niet hele wetenschappelijke, uh, ingewikkelde theorie. Wat er wel achter zit, maar wat je als je het leest niet per se doorhebt. Um, dus toen ook de vraag kwam: wil je een journal schrijven? Had ik dat verhaal. Ik had het in mijn hoofd al. Ja, ja. Want ik wist, dit is wat ik met heel veel meer mensen wil delen. Uh, en wij zijn online heel actief, maar een journal komt ook in de boekhandels. Waardoor je weer een grotere doelgroep bereikt. Mm -hmm. Die ik hetzelfde verhaal wil vertellen als wat wij met Food Charge overal vertellen. Ja, waarbij de, de kern ook zit in dat we. Een hele krachtige onderliggende theorie hebben. Mm -hmm. Maar dat we het voor mensen heel erg simpel en leuk yeah. maken om daarmee bezig te zijn. En dat is ook weer wat in de journal is gebeurd. Yeah. Eh, in vergelijking met de hele werkwijze van mm -hmm. Ja, We hebben de wetenschappelijke kennis en de theorieën van de mensen met wie we werken en waar we onszelf in hebben verdiept. Maar we presenteren dat wel altijd op een hele simpele en leuke yeah. manier voor mensen. Waardoor het dus. Een heel erg leuk moment is om dagelijks ook in je journal te schrijven en met jezelf bezig te zijn. Ja. In hetzelfde geval dat je met een challenge bezig bent van, van Ja. Dus er zit heel veel overlap in ja. hoe we ook weer deze journal hebben ingestoken om voor mensen te kunnen gebruiken. Het is allemaal hetzelfde verhaal achter alles wat ja. we doen. Achter elke challenge, achter de tekst op de website, achter ons post, achter de journal. Uh, en dat verhaal hebben we hier ook al heel vaak verteld, dus dat zal je ook niet verbazen. Is je hebt iemand, een versie van jezelf die je wilt zijn. Jij staat nu op een bepaald punt. Wat kun je op dagelijkse basis doen om die versie in jezelf naar boven te halen? That's it. En dat zijn routines en mindset optimalisatie. Ja. Daaraan werken en dat stap voor stap doen. En voor ons is het nu, ja, optimaliseer je mindset en routines. Oké, okay, dan weten wij wat we moeten doen. Maar dat was drie jaar geleden ook niet zo. Dus dat maken wij, dat hebben we opgebroken in die hele kleine stapjes. Met de challenges en met de journal. Waardoor je gewoon... Eigenlijk zie ik het, dat had ik ook tijdens het schrijfproces. Dat ik iemand letterlijk aan de hand meeneem. Dat ik zeg, dit is het pad. Kijk maar voor je wat wij gaan bewandelen. Ja. Ik, blijf, ik hou je vast. Ja. Er gaat niks gebeuren. Weet je, ja, misschien val je een keer over een steen. Maar dan staan we ook samen weer op. Ja. En je loopt gewoon langzaam naar die versie toe die je wilt zijn. Ja. In kleine stapjes. Ja. En die 150 dagen van de journal of de 14 dagen van een challenge, dat zijn die stappen. En die toekomst, die staat al te zwaaien van ja. joehoe. Ja, je ja, ziet minder in de verte al staan. Ik zie dat ja. gewoon echt voor me. Ja, ja. En dat was ook in de vorige aflevering, had ik het ook over dat pad. Van ja, op een gegeven moment loop je op een pad en dan dat is het goede pad. Mm -hmm. Dat pad, dat, daar komen de glinzers bij je van af, dat je gewoon weet, dit is het. Dit is mijn rode loper. Ja. als ik hierop blijf lopen, dan leef ik mijn mooiste, beste leven, waarin ik dagelijks geniet en het beste uit mezelf ja. haal. Dus als mensen vragen van, maar hoe weet ik dan of ik op het juiste pad zit? Dan weet je dus dat ze daar nog niet echt zijn. want nee, dat, dat, dat voel, voel je, je gewoon. Ja, ja, ja. ja. En, en dat is waar wij mensen eigenlijk... soort van naartoe brengen. Ja, ja. want um, nou, we zijn natuurlijk verbaasd... door alle pre-orders en ja, alle bestellingen... Ja. die er tot nu toe al zijn geweest. Want het is, het is gewoon een succes, het de, is een de, succes. de journal. Ja. Maar voor de mensen die hem dan nog niet hebben... Ja. kan je dan uitleggen wat... Uh, een dag met de journal precies is. En wat ja. mensen daarin echt kunnen verwachten. Ja. Hoe, is, hoe ziet zo'n dag eruit? Ja, dat is een hele goede vraag. Je staat op, je wake, uh, wake up, en dan? Je wake up, ja, ja, ja. Nee, dat is een goede vraag, maar dan wil ik heel even kort... naar het begin van de journal gaan. Okay. Want ik kan me voorstellen dat mensen, luisteraars... ook zoiets hebben van, ja, maar ik weet gewoon niet... wie ik wil zijn, wat mijn beste versie is. Mm -hmm. um, daar helpt de journal je ook bij. In het begin, tijdens het informatieve stuk... is er ook een uitgebreide opdracht... Mm -hmm waarin je door middel van vragen die versie gaat omschrijven. Okay. Dus ook daarmee word je aan de hand meegenomen, beantwoord deze vragen... en dan heb je die versie omschreven, zonder dat je het eigenlijk door hebt misschien. Nou, en als je dat omschreven hebt, heb je een opdracht om dat visueel te maken. Visionboard. Maak maar een moodboard van hoe die jij eruit ziet, wat hij doet, uh, waar, waar doet hij of zij dat. Nou, en als je dat hebt, dan, dan zie je echt letterlijk voor je waar je naartoe gaat wandelen... Nou, en als je dat hebt gedaan, ben je klaar voor de start, 150 dagen. Oké, okay, dus dat valt dus, buiten de 150 ja, dagen. Ja, exact. Dat ja. is het begin om echt het eindpunt van de journal ook te omschrijven. Dus eigenlijk moet je zo zien dat op de laatste pagina staat die versie op je te wachten, laat ik het zo zeggen. Ja. Uh, dan ga je dus beginnen. Oké, okay, wat doe je op een dag? Allereerst begin je met je mindset goed zetten. Dat doe je door te kijken, waar ben ik op dit moment dankbaar voor? Oké. Okay. Heel veel mensen vinden het lastig om dat aan het begin van de dag te doen. En juist daarom heb ik het gedaan. Hmm. Want op het moment dat je het aan het eind van de dag doet, kun jij de goede dingen van de dag benoemen. En dat is ook iets heel goeds, daar kom ik zo op terug. Maar dan ga je misschien standaard naar dezelfde dingen grijpen. Ja, die afspraak ging goed. Uh, ik heb lekker gegeten en de lucht was mooi blauw. Dat hmm. zijn hele goede dingen, kan gewoon. Ja. Maar aan het begin van de dag word je getriggerd om verder te kijken. Want eigenlijk heb je nog niks gedaan. Dus je gaat echt kijken naar de basisdingen. Je gezondheid? Heb je lekker geslapen? Is er een lekkere temperatuur in je kamer? Uh, hoe voel je je? En uh, door dat aan het begin van de dag te doen... Word je eigenlijk getriggerd. Want je moet even wat verder kijken dan misschien iets wat normaal aan het eind van de dag makkelijker je op zou komen. Maar je hebt er ook de hele dag profijt van. En dat vind ik een hele belangrijke. Want dankbaarheid aan het einde van de dag benoemen is ook een hele goede. Maar aan het begin van de dag heb je gelijk gewoon een fijn gevoel. En dat merk ik zelf heel erg. Ik heb het... Getest begin en eind van de dag. Maar aan het begin van de dag heb ik er gewoon meer profijt van. Dus daar begin je mee. Mm -hmm. Daarna ga je kijken hoe wil ik mij vandaag voelen. Iets waar we bijna nooit bij stilstaan, want we beginnen de dag, we rennen van hot naar her en aan het eind van de dag denken, we, oh ik ben kapot naar bed en dan begint de volgende dag weer. Ja. Dus je gaat stilstaan hoe wil ik me vandaag voelen. Nou en doordat je dat omschrijft, neem je al een moment bewust om dat te bedenken wat je normaal niet doet. En zet je een intentie voor de dag. Dus ik ga vandaag erop letten dat ik me zo voel. Nou, dan denk je, hoe wil ik me voelen, weet ik veel. No worries, ik neem je aan de hand. Er staan allemaal opties. Je hoeft het alleen aan te kruisen. Hmm. Ik wil mij vandaag ontspannen voelen. Kruisje. 6a. Nou, dat is leuk, hè? dat wil je. Maar hoe ga je er nou voor zorgen dat je je ook zo voelt? Dat is een hele belangrijke vraag. Want heel vaak zetten we een intentie. En dan hopen we maar dat dat uitkomt gedurende ja, de dag. Als we maar blijven wachten dan. Is dat vanzelf het geval? Ja, dat zo van. Ik ga vandaag, ik, ik wil vandaag meer focus. Oké. Okay. Hocus pocus, dat werkt dus niet. Hmm. Dus je moet ook iets doen om dat te creëren. Dus de derde vraag in de ochtend is: wat ga jij doen om ervoor te zorgen dat je je zo voelt? En daarmee maak je de intentie echt concreet. Ja. En formuleer je en verschil, een actie. Het verschil tussen willen en hopen. Weet je, ja. je, je kan hopen op een ontspannen dag. Maar je kan er ook voor zorgen dat je die ontspannen dag creëert. Nou, dat dat is, is waar die derde het. vraag over gaat. Ja, en het is heel grappig, want in het begin van de journal omschrijf je dus die versie van jezelf die je wilt zijn. En geef je al aan: die versie gaat ontspannen, energiek, zelfverzekerd, bewust door de dagen. Dus elke dag kies jij eigenlijk automatisch, en dat ga je merken tijdens de journal, iets uit van wat jij eerder hebt omschreven. Mm. En daardoor. Met een concrete actie ga je automatisch leven als die versie die je wilt zijn. Ja, en kan je dus elke keuze die je maakt weer terugkoppelen aan wat je in het begin van de journal hebt omschreven? Precies. Hm. Dus je zegt: Ik wil vandaag ontspannen door mijn dag gaan. En als actie zeg je: uh, Als ik thuis kom van het werk, maak ik een wandeling en laat ik mijn telefoon thuis. Je weet precies wat je gaat doen die dag om ervoor te zorgen dat je je zo voelt. Ja. Met een kleine stap bijdragen aan de persoon die je wilt zijn. Precies. Mm -hmm. En het grappige is dat je op die manier onbewust ook bepaalde routines gaat creëren. Dat ligt er weer achter. Nou, dat is het ochtendgedeelte. Oké, dus, okay, dus drie, drie dingen. Drie dingen. Je mindset goed zetten. Uh, hoe wil je voelen? En hoe ga je dat doen? Is te doen. Zeker. Moet het ook zijn. Het ja. moet simpel en leuk ja. zijn. Aan het eind van de dag is het heel belangrijk om te reflecteren. Oké. Okay. Dus het is in twee delen opgeroken. Ja. Ochtend en avond. avond. Ja. En het is echt max 5 minuten per deel. Dus het is ook gewoon lekker kort. Um, dan in de avond is het heel belangrijk om stil te staan bij wat er goed is gegaan die dag. Daarmee kun je natuurlijk ook terugblikken op, is die intentie, is dat gelukt? Hè, die actie die ik heb opgeschreven, als dat zo is, is dat dan een succesmoment? Dat betekent dat je een stap hebt gezet naar de versie van jezelf die je wilt zijn. Dus die kun je daar standaard opschrijven. Hebben we nog twee velden over? Wat is er goed gegaan? Heb je genoten van de maaltijd? Is een bepaald gesprek goed gegaan? Heb jij een lekkere wandeling gemaakt? Uh, heb je iets gedaan wat je langer uitstelde? Het kan van alles zijn. Hm. En het hoeft niet te zijn. Uh, ik heb mijn diploma gehaald of uh, weet je iets groots. Een hele ik, grote dingen. Ik heb mijn perfecte partner gevonden. Nee, daar kan je heel lang dan opwachten. En ja. dat gebeurt af en toe zoiets. Ja, niet 150 dagen achter elkaar. Nee. <laughs> en we hebben het al vaker in, in podcastafleveringen ook gehad over die kleine successen, het belang daarvan. Nou, en die vraag helpt je erbij om erbij stil te staan en om je ook weer goed te voelen en met een tevreden gevoel naar bed te gaan. Hm. Dat is de eerste vraag van de avond. Uh, de tweede vraag vind ik zelf een hele leuke, de derde trouwens ook, maar is: um, wat had je vandaag anders kunnen doen of hoe had je het nog beter kunnen maken? Hm. En het is Wake Up to Grow, element, dus ja. je moet natuurlijk ook gaan groeien. Ja. En om te groeien moet je reflecteren en kijken: ja, wat zou ik nou de volgende keer anders doen? Denk bijvoorbeeld aan: um, Ik werd gevraagd om nog even uh, iets af te maken op het werk door een collega. En ik heb ja gezegd, maar eigenlijk had ik nee moeten zeggen. Nou, dan denk je dus een volgende keer: Ik ga nu nee zeggen. Ja. ja, dus je neemt het mee. Uh, maar het, het kan van alles zijn. Ook ja, ik had eigenlijk toch om achter mijn telefoon weg moeten leggen vanavond. Want ik ging nu zo onrustig naar bed. En eigenlijk reflecteer je continu op routines. En dat is de hele kracht. Want ja. als je die afstemt op wie je wilt zijn. Word je die versie van jezelf? Oké, okay, en de laatste vraag is: wat wil je tegen jezelf zeggen? Oh, die is echt helemaal open voor alles. Ja, en ik, ik, heb, ik zei net: ik neem je aan het handje mee op het avontuur, maar ik wil dat je je eigen cheerleader wordt. Want ik ben het tijdens de journal deals, want ik help je door, doorheen. Hè. Aan de hand nemen we je mee, met de challenges, met Food nemen we je ook mee. Maar je wilt dat je de rest van je leven ook zelf die trigger voor jezelf kan zijn om goed voor jezelf te zorgen. En te genieten van elke dag. Dus je wordt je eigen cheerleader door elke dag iets tegen jezelf te zeggen aan het eind van de dag. En dat moet iets zijn wat je ook tegen je beste vriendin zou zeggen. Dus, goh, wat heb je die presentatie lekker gedaan. Of wat goed dat je uh, nee hebt gezegd. Ja. <laughs> ja, en dus op die manier word je je eigen cheerleader, je eigen beste vriendin. En waarom ik die vraag heb toegevoegd, is omdat ik heb gemerkt dat dat mij de afgelopen jaren heel erg heeft geholpen om uh, niks meer van anderen aan te trekken. Als je gelukkig bent met jezelf en je, je, je bent happy en je, je moedigt jezelf aan, nou, dan kan je de hele wereld aan. Ja, dat maakt niet uit waar je bent, met wie je bent, nee. wanneer je ergens bent. Nee, nee. En, ja, precies. en een andere reden is, we zijn onszelf zo erg aan het bekritiseren de afgelopen jaren. Dat is alleen maar erger geworden. Dat, ja, met social media, je vergelijkt je. Het is nooit goed, maar het is al goed. Alleen je moet het tegen jezelf zeggen. Ja, je moet het zien ja. dat het toch goed zit. En daar helpt die vraag je ook bij. Nou, dan ga jij heel lekker naar bed. Want dan heb je echt, je hebt die successen, je hebt verbeterpunten voor jezelf waar je morgen mee aan de slag kan. En je hebt iets fijn tegen jezelf gezegd. Nou, je legt je kussen op je oor. En je hebt er zin om te groeien de volgende dag. Oh, je kussen. Je kussen op je oor. Je kussen? Nee, je legt je oor op je kussen. Ja, maar je zegt je kussen op je oor. Oh, ja, goed, ik ben helemaal enthousiast. Dus. Ja, ja, ja. Nee, dus dat is even van een dag in de journal. Ja, ik denk ah ja, dat, het, ja. Dat, dat dat heel duidelijk is ja, voor toch? mensen. En heel erg concreet: van ja, wat doe je precies, wat kun je verwachten. in het geval je de journal nog niet hebt. Ja. En we hebben inmiddels al gezien dat als je de journal al wel hebt. Ja, wat voor fantastische dingen er al uitkomen. Ja. Maar alleen maar met het invullen van één dag. Ja. Uh, wat, wat, wat je daarin bereikt in vergelijking met dat je het niet doet. Precies. Uh, het hele stuk bewustwording. Ja. Uh, maar dat je het ook echt meeneemt gedurende de dag. Ja. Je, je zet die intentie in de ochtend. Dat neem je mee gedurende de dag. En dan s'avonds ga je daar weer op reflecteren. Van oké, okay, heb ik daar echt wel die ja. de juiste dingen voor gedaan. Die je ook weer concreet hebt opgeschreven in de ochtend. Dus het is. Ja. Het is fantastisch. Het is fantastisch. Kijk, we moeten natuurlijk niet uh, ons hele product helemaal de lucht in prijzen. Nee, maar... maar uiteindelijk, het, het is echt iets waarvan wij zeggen van... dit is wat wij zelf elke dag gebruiken en elke ja. dag doen. Ja. Hetzelfde geval als met de challenges. Ze ja. zijn super praktisch en heel erg waardevol... om uiteindelijk te bereiken met waar wij voor staan. Ja. En dat ze het beste uit jezelf halen... en dan tegelijkertijd genieten van elke dag. Precies, precies. En wat misschien ook nog wel leuk is... Uh, is in de journal zelf zitten ook nog wat grotere reflectiemomenten. Dus tijdens die 150 dagen gaan we af en toe even stilstaan op dat pad. Ja. En achterom kijken. Ja, een beetje inchecken van waar sta, waar sta je nu ja. eigenlijk in vergelijking met het begin van de journal. Precies. Dus hoe gaat het proces naar die versie van jezelf die je wilt zijn? Um, dus dat zit er ook in. En aan het eind is er ook nog een leuke opdracht. Maar ik denk dat ik die uh, hier niet ga verklappen. Oké, okay. spannend. Ik vind het een hele leuke opdracht. Okay. Want dan ben jij die succesvolle jij, hè? die meest succesvolle hmm. versie van jezelf. Dus dat sluiten we ook mooi af. En dan? Ja. Ja, ja. Dus maar, uh, ja. Dat brengt op, uh, ons op een volgend punt. Oh. Want wij zijn natuurlijk best wel creatieve mensen. Ja. ja? We hebben veel ideeën. Ja. Veel spontane ideeën, die, nou, waarvan je niet verwacht dat die altijd maar direct worden toegepast mm. en uitgevoerd. Maar wake up to grow. Oh. <laughs> ja. Ja, sorry, Voel ik wist niet waar je naartoe ging, ja. maar nu wel. Dat is een journal. Ja. Maar Wake Up To Grow is ook nog iets anders. Ja. En dat is namelijk de titelsong <laughs> van ons eigen nummer... die helemaal gemaakt is voor The Journal. Ja. Kun je daar wat meer over vertellen? De Wake Up To Grow song. Ja, dit was ook weer... Jij zegt, we zijn creatieve mensen. Ja, maar jij komt wel met dit soort gekke dingen. Want <laughs> <laughs> dit was ook weer tijdens een wandeling... Zonder sneeuw. Op de dijk, ik weet het nog precies. Dat je zei: Moeten we geen muzieknummer maken? Toen dacht ik: Ja, dat is heel cool. Maar hoe en wie? Maar eigenlijk dacht ik wel: Ja, dat is wel heel cool. Nou, dus jij zei: Ik ga dat uitzoeken. Ja, hoor. En toen had je, had je iemand die dat kon doen. En die is dat gaan maken. Dus wij hebben toen woorden aangeleverd die ook in de journal terugkomen. Zodat dat in de tekst van, de, van het nummer uh, terugkomt. Ja, en. Het nummer is er en het is heel leuk. En je kan het instellen als wekker. Ik doe het nu elke ochtend tijdens mijn ochtendwandeling, zet ik het op. Nou, je moet eens zien hoe ik <laughs> huppel over straat. Het is gewoon, het is heel fijn als een reminder van, oh ja, het is weer een nieuwe dag om te groeien en ja. te genieten. Ja. En, en uh, ik kan die stappen vooruit zetten in de juiste richting, naar die versie die ik wil zijn. Dat is ook letterlijk wat in de tekst terugkomt. Dus het is echt een, het is wake-up to grow maar, uh, grow, maar het is ook een wake-up call van het is weer zover, je, weet je, je mag weer. Ja, ja. Wat, wat leuk is om te vertellen is dat we... dus hebben samengewerkt met een, een team in Nashville, in Amerika... Ja. die het hele nummer heeft samengesteld en heeft ge gecomposeerd... en alles daarvoor heeft gedaan. Uh, en het is echt zo grappig om dan voor het eerst je eigen nummer echt te horen... en, ja. en dat toegestuurd te krijgen van... ja, dit is wel precies de intentie die we hadden met dit nummer... dat het. De motivatie geeft, maar ook de, de uplifting experience. Mm -hmm. Van ja, het is weer gewoon een nieuwe dag om te groeien. Yeah. Het is zo mooi hoe die boodschap nu helemaal in dat nummer zit. En je kan dus dat nummer kun je downloaden. op het moment dat je de journal aanschaft. Mm -hmm. Want er staat een QR-code in. En dan met die QR-code kan je gewoon het nummer krijgen. Yeah. En, en buiten dat is het gewoon verder. Ja, wij, laten het nummer, uh, wij laten het nummer overal terugkomen. Yep. Het is gewoon echt een super lekker nummer. Yeah. En het, is, het is heel leuk. Ik heb volgens mij nog nooit een journal gezien die een bijpassend nummer. Nee, uh, heeft. Nee. Dus dat is super leuk. Ja, ik vind het echt een leuk dingetje. Ja, ja. maar ook dat, het was wel een soort uh, spannend, vond ik. Want we kregen op een gegeven moment de tekst toegestuurd. Nou, en dat lees je dan <laughs> door. En dan probeer je een soort van wake-up to grow. <laughs> hmm, en dan denk je, nee, ik heb geen nee. idee hoe dit gaat worden. En toen, op een gegeven moment, zeiden we ook van ja, oké, okay, we doen het gewoon. De boodschap erachter is goed. Ja. Uh, we gaan het meemaken. Maar het spannende van alles was nog dat de journal was al naar de drukker met de QR-code. Mm -hmm. Met daarbij scan de QR-code voor de song. Ja. Dus die song moest er komen. Ja. Maar voor hetzelfde geld kregen we iets wat helemaal nergens op sloeg. Ja. Nou, ik heb natuurlijk wel uh, goed Snap mijn keuzes ik. gemaakt. Snap ik. Daar, vert daar vertrouwde het, ik ook het, op. Het, het is een spannend proces. Want je, het nummer moet wel uh, goed voelen. Ja. En, en goed zijn uiteindelijk. En ja. Het moet, ja, het moet door onze keuring heen komen. Ja, ja. En als dat niet het geval is, ja, dan is er in een hele korte periode best wel veel werk aan de winkel. Dan moeten we zelf gaan zingen. Ja. Nee, dus toen we het kregen, toen dacht ik al oké, okay, dit, dit moet goed zijn. Maar ik, op de een of andere manier had ik ook hier weer zo van, we lopen op het goede pad, dit komt ook goed. Alles valt op zijn plek de laatste tijd, dus dit zal ook wel goed vallen, ja. zeg maar. En wat is het goed gevallen? Het is heel goed gevallen. Ik ben echt heel blij en ik heb hem elke keer op repeat staan ja. en... Josse, mijn vriend, wordt er soms een beetje gek van... omdat hij... dan zit hij in een andere kamer... dan hoort hij alleen maar Deuntje, weet je wel. Ja. En ik zit lekker zo mee te zingen. Maar het is... Ja. Hij blijft ook lekker hangen. Ja. Dus dat is heel fijn. Dus, dus voor de mensen die de journal hebben... Uh, ja, het vriendelijke verzoek van... als jij dus in je woonkamer of ergens staat te springen... op het nummer Wake Up To Grow... Uh, tag ons dan yeah, met film, hashtag yeah. wake up to grow want yeah. dat is ook de, de hashtag van de yeah. journal um, we, ja, we vinden het super leuk om de dingen die we al hebben ontvangen om die binnen te zien komen en yeah. we, we genieten daar echt van mm. en het is zo leuk om, om daarmee die community te vormen van wake up to grow dus yeah. mensen die foto's maken van hun journal maar ook dus dansjes doen in, in hun een woonkamer yeah. op wake up to grow <laughs> Het is gewoon fantastisch. Week of the grow. Het is echt. Ja, het is het echt. Ja. En vergeet ons trouwens ook niet te taggen met foodcharts.nl. Ja. Uh, ook een hele belangrijke, want dan kunnen wij het ook weer delen. En dat is gewoon extra leuk om zo met elkaar te groeien en te genieten. Ja, ja, ja. ja dat is het uh, hele idee. Ja, en, en buiten het nummer wat je dus bij de journal ontvangt, als je zodra je hem aanschaft, hebben we ook nog een ander iets. En dat is dat je. waar stuur je op? Over de challenge. Over de challenge, oh ja. Ja, we hebben een superleuk cadeau, al zeg ik het zelf. De mm -hmm. uh, journal is natuurlijk net gelanceerd, 1 september. En we dachten, hoe tof is het... dat iedereen die de journal koopt... ook een challenge mag volgen van Food Charge. Ja. Dus als jij de journal gekocht hebt of gaat kopen... Weet dan dat jij een food charge challenge naar keuze kan volgen. Een challenge van 14 dagen in de food charge app, waarin je dus een specifieke routine creëert. Dus als je zegt: ik kies de challenge, creëer een avondroutine, is dat hetgeen wat jij in 14 dagen gaat doen met dagelijkse tips en tools en opdrachten, met zelfreflectievragen, allemaal in de food charge app en coaching. Daar kijkt iemand met je mee, die je weer aan de hand meeneemt en je aanmoedigt. Ja. Ook iets wat we heel belangrijk vinden. Um, ja, dus ja. bij de aanschaf van de journal willen we gewoon iedereen de kans geven om echt te experimenteren met de werkwijze van Full Charge... Ja. in de vorm van één challenge naar keuze. Ja. Om echt te voelen van wat dat nou precies met je doet gedurende die 14 dagen. Precies, misschien goed om te vertellen waar mensen die challenge kunnen verzilveren. Ja, het is de website-link foodcharge.nl slash verzilveren. Ja. Maar op het moment dat je de journal aanschaft, in het geval van Foodcharge ook. Dan krijg je een bevestigingsmail van ons. Uh, met de link daar naartoe. Ja. Maar we zetten hem ook onder deze aflevering... zetten we de link daar eventjes naartoe. Zodat als je de journal hebt aangeschaft... en je luistert deze podcast... dat je gewoon onderaan deze aflevering... staat de link waar je je challenge kunt gaan verzilveren. Ja, en ook al heb je hem in de boekwinkel gekocht... of op bol.com bol of een andere website... ook dan heb ja. je recht op die challenge. Dus iedereen die de journal koopt... mag een gratis Food Challenge naar keuze volgen. Zeker. Hoe mooi is dat? Ja, geweldig. Ja, dat is echt top. Ja, leuk dat we dit kunnen doen. Ja, vind ik ook. Ik vind het echt, echt vet. En ook omdat we gewoon zien hoe erg de challenges mensen helpen. Ja, dat gunnen we iedereen. Ja, en misschien dan nog een vraag die bij mensen opspeelt is... Uh, kan ik dan de journal doen in combinatie met zo'n challenge? Hmm. Uh, wat is daarop het antwoord? Dat kan. Ja. En het is wel belangrijk om te onthouden dat je niet te veel tegelijk moet veranderen. Dus pas dan ook um, de intenties die je in de journal zet aan op de challenge die je volgt. Mm -hmm. Dus als je zegt, ik volg de challenge om mijn grenzen aan te geven, uh, neem dat dan mee in je actie die je elke ochtend formuleert. Ja. Want dan stem je het op elkaar af en dan werk je in een bepaalde periode aan één specifieke uh, intentie en routine. Ja. Dus dat is nog goed om te vertellen. Um, ja, verder misschien goed om te weten dat de journal op heel veel plekken te verkrijgen is. Dus ook op de website van foodcharge.nl. Uh, maar denk ook aan bol.com, alle boekhandels. Ja. Uh, je kunt hem op heel veel plekken bestellen. Dus kijk uh, ja, wat het makkelijkst voor jou is. En uh, vergeet dan die challenge niet te verzilveren. Verder nog iets? Iets nou, over de journal of we, is het uh, helder? dat we het meeste wel hebben besproken. Ja, tenzij jij nog iets wilt uh, vertellen over de journal of mm. het proces. Ik denk dat we wel heel erg concreet hebben omschreven wat we in deze aflevering wilden behandelen. Ja. In ieder geval het gedeelte hoe is het proces tot stand gekomen en wat kunnen mensen verwachten van de journal. Ja. Uh, plus het benoemen van de extraatjes die bij de journal horen in dit geval. Ja, nee, ik denk het eigenlijk ook. Ja, verder zou ik zeggen heel veel plezier en succes met het hele avontuur. Wij moedigen je aan, dus deel het vooral wat we net al zeiden, want dan kunnen we je ook echt aanmoedigen met #wakeuptogrow en atfoodcharge.nl op Instagram. En dan uh, is dat hem, denk ik. Ja. En dan gaan we met z'n allen lekker opstaan en groeien. Want dat is waar we voor gaan. Dat is waar we ja, gaan. leuk. Ja. Ja, 6a. Um, ik zou zeggen, tot de volgende keer, denk ik. Tot de volgende keer. Tot de volgende.